komt ze wel goed uit. Want als zij zeg maar nooit hoeven te luisteren naar het gepeupel, dan hoeven ze ook niet zeg maar aan allerlei wensen te voldoen. Dat is handig. Ik denk dat wat wij hier nu doen, hè, overigens drijven we wel dan een klein beetje af van 9-11, maar dat hun grote paniek is. Dus gewoon niet zozeer wat wij allemaal zitten te ouwehoeren, want wij zitten natuurlijk ook gewoon 7 van de 10 keer zitten we ernaast. Of 6 van de 10 keer, of 8 van de 10 keer, of 4 van de 10 keer, geen idee. Maar alleen al het idee dat er gewoon gesmuld wordt, als je begrijpt wat ik bedoel. Dat er gewoon idioten zoals wij dit soort gesprekken zitten te voeren. Dat was 20, 30 jaar geleden gewoon onmogelijk. En zij konden toen veel makkelijker het narratief bepalen, weet je wel. Ik heb vorige week een stuk geschreven over de oorlog in Oekraïne. Normaal, als je gewoon geen plek zou krijgen in het debat, wat door hen gecontroleerd is, ja, dan hadden 100 mensen dat misschien gelezen. Mijn familie of zo, ik had een boek moeten uitgeven, whatever. Of een pamflet of zo moeten stencilen of zo. En nu lezen gewoon... Nu al in 3 dagen tijd lezen 300.000 mensen, tenminste die 300.000 hits op Twitter. Nou, laten 50.000 mensen bekeken hebben. Weet je wel? Dus dit is hun grootste nachtmerrie. Programma's zoals jouw programma. Dan moest je vroeger huis aan huis. Moest je gaan flyeren. Ja, precies. Maar ze krijgen het gewoon niet meer. Ze krijgen het niet meer stil. En daarom moeten we dood. Weet je wel? Daarom moet het ook kapot allemaal. We moeten dood. Maar we gaan niet dood. Het is lastig. Ze krijgen ons niet kapot. Nou ja, het kan allemaal, het kan allemaal nog veel gekker. Hè? Het kan ook gewoon een hele show zijn. Wekelijks. Ja, maar door dit soort kanalen, de dingen worden eerder doorzien nu.